Zaterdag 4 maart viert de vogelvereniging De Gieteling haar 50 jaar bestaan. Middels een receptie in het clubgebouw van de Duivenvereniging. Tevens werd tijdens de receptie de heer Wibier lid van het eerste uur gehuldigd. Na afloop van de huldiging had ik een gesprek met de heer Wibier. Meneer Wibier, van harte gefeliciteerd met het jubileum. Dankjewel. Als lid van verdiensten van de vereniging. Maar ja, gaat u eens met mij mee terug naar 50 jaar geleden. Hoe was het toen? Ja, toen was het wel iets anders dan tegenwoordig. Want als we een tentoonstelling hadden of wat organiseren, ja, dat moest allemaal opgeschreven worden met een computer. Hadden wij niet in de vereniging toen, in het begin. Dat moest allemaal handwerk. En als we dan een beetje grote tentoonstelling hebben, ja, dan moest allemaal met de hand uitgezocht worden. Al die formulieren op een hele lange tafel op volgorde leggen. En ja, en zo ging dat toen in het begin. Maar voor de duidelijkheid, u was ook bij de oprichting van de vereniging? Ja, ik ben van vereniging het enigste lid nog die van de begin is. De liefde voor vogels, hoe is die ontstaan? Ja, dat is met de paplepel ingegoten eigenlijk. Want mijn vader had ook al vogeltjes. Maar die had er ook sierkipjes en versanten. Toen werd ik wat groter. En toen ben ik begonnen met vogeltjes kweken. Ik denk, dat lijkt me ook nog wel wat. Toen heb ik een kooitje gemaakt en zo met twee kanaries erin. Daar heb ik mee begonnen toen. Toen was ik een jaar of 12. Nou, en toen later werd het steeds een beetje groter. En toen heb ik een foyertje gebouwd en zo wat. Afkapping erboven. Dat ging wel goed. En zo is dat gegroeid. Maar als je nou eens terugkijkt op de afgelopen 50 jaar. Wat was een hoogtepunt van de afgelopen 50 jaar voor u? Nou, dat wij die vereniging toen opgezet hebben met elkaar. En dat wij geregeld bij elkaar kwamen. Maar even voor want die vereniging, waar is die opgericht dan? Waar zo? Hier in Dierenstraat wel. Maar waar is dan in een café of in een gebouwtje? Of? Maar dat café, dat is er al niet meer. Dat stond op de markt. Dat was vroeger Kiewiet. En daarnaast had je een slager. En dan had je ook zo'n kroegje, laat maar zeggen. En daar ben we begonnen. En daar hadden we ook de vergadering. En ja. Dat weet u nog als de dag van gisteren, hoe dat toe ging? Ja, maar wij moesten ook zorgen dat er wat geld in kas kwam. Als we wat organiseren en zo. Want, ja, alles kost geld. Maar toen was het in die dagen nog niet zo duur alles. Maar dan namen wij van de vereniging, de leden, als we een vergadering hadden, dan komen ze en dan namen ze allemaal mee. Die nam een pak koffie mee en die nam een pakje thee of wat anders mee. Kijk, en daar gingen wij verloten onder elkaar weer. En ze om een beetje geld in kas te krijgen. Want sponsoren waren er nog niet in die tijd? Die hadden wij toen nog niet. Later ben wij begonnen met sponsoren en zo wat. De eerste vogeltentoonstelling, kunt u zich die nog herinneren? Die eerste show? Oh, de provinciale, want dat was wat. Hè. Dat was die grote in 1974, in de LTS hier in Dedersvaart? Daar op de markt naar achter in de handen was. Daar hadden wij dan die tentoonstelling. Allemaal van Telo, Verijzel.
Maar alles wat handwerk, hè. Alles uitdoen, postzakken voor posten. En dan sommigen de formuliertjes niet goed ingevuld. Dan moesten je dat weer uitzoeken. Ja, waar hoort die vogel bij? En waar hoort die vogel bij? En zo ging dat dan. Dat was heel gedoe. Maar een boel werken. Maar tegenwoordig is het allemaal met de computer. Het gaat nog veel sneller. Wat is uw lievelingsvogel? Toen in die tijd de kanaries. De kanaries, rood. Rood met zwart. Brons had je toen, maar ze hebben na de jaren heeft ze allemaal weer andere naam gekregen. Maar in het eerst was rood met zwart intensief. En later is het weer, ja, komen er weer andere kleuren tussen en dan wordt dat weer. En dan worden die weer in andere klassen beoordeeld weer. Ja. Maar heeft u nou nog vogels? Ik heb nu ook nog vogels. Ook nog wel van het oude soort. Niet dezelfde, want zo oud worden ze niet. Nee. Maar ik heb ze nog wel. Rood met zwart, kobalt noemen ze dat nu. En vroeger was gewoon rood intensief of rood schimmel. Maar het hebben allemaal andere namen gekregen in die jaren. Ik hoor er wel, de liefde voor de vogels die blijft altijd bestaan. Ja, dat blijft altijd bestaan, ja. En uw zoons nemen het nou van u over? Die hebben het weer van mij overgenomen, ja. Mag ik u van harte feliciteren en bedankt voor het gesprek. Dank je wel.